that once held you all ready to fight. Welkom terug in deze nieuwe video en in deze nieuwe video spelen we terug Minecraft Survival. En zoals jullie zien, ik ben ontsnapt uit de grot via de mine. En ik heb gewoon even de twee kisten erbij gepakt. Wat die in de nether heb gevonden, heb ik hier even geplaatst. En ik ben ook een beetje hout gaan hakken. Niet voor de basis te bouwen, maar ik ben dat hout gaan hakken voor al deze pickaxes hier te maken. Dus ik denk wel, waarom zeg je al die pickaxes nu aan het maken? Ga je niet bouwen of zo? Nope, dat ga ik niet doen. Ik ga wel eerst al de wheat oogsten en dan ga ik de koeien weer laten fokken. En dan gaan we lekker minen, oldschool minen. En ja, dat wordt gewoon super awesome, denk ik. Dus ja, let's go. Ik ga wel eerst de wheat hier vormen, dus dan weten jullie dat. Zo. Zo, nice. Lekker veel wheat, heel veel wheat. Ik heb ook nog wat bone meal van de skeleton spawner die we hebben. Voor degene die het niet weet, we hebben een skeleton spawner. Dus ja, dan weet je dat nu. Oké. <Okay. laughs> anyway, ik heb nu meer als een stack wheat. Is best mooi. dus best heel veel. Ik kan nu als even snel alles terug. Er is zelfs nog wat geval in het water. Kijk, dat er nog meer is gevallen in het water. Ja hoor. Het is eigenlijk nog meer geweldig. Ik vind dat helemaal mooi. Jezus man, we hebben zoveel seeds. What the fuck. We kunnen gewoon een heel nieuwe farm beginnen. En dan ben ik ooit, op het eind van deze playthrough, ga ik ooit eens een automatische farm bouwen. Dus dat komt goed van pas. Dus ja. En wat ik ook wel eens stilaan wil gaan vinden, zijn carrots of potatoes. Want die dingen heb ik toch best wel nodig. Nu, anyway, we hebben toch een redelijk grote wheat farm. Plus, als we carrots vinden, dan kunnen we piggies en paarden breeden. En dat is gewoon super awesome. Ik moet trouwens ook nog paarden gaan zoeken. Want ja, ik heb een zadel, horse armor, heel veel horse armor. En, what the fuck, ik heb gewoon een stack extra gekregen. Like, what the fuck. Als er een enderman is, ga ik die wel doden. Daar is een enderman. Want we moeten de endermans toch al... Maar zeg, mijn stem. We moeten niet al redelijk stilaan gaan hebben. Allee. Nu ga ik u door. Dat is een speciaal voor... En ja. Geweldig. Hij had ook nog niet eens een enderpearl. Wauw. Gewoon voor niks ontploffen hier. Die creeper ontploft. En jij gaat weg. En uw vlees moet ik ook niet hebben. En die seed ook niet. Zo. Dan ja, dan ga ik daar even slapen. En dan ga ik dat wel toch wel even repareren, denk ik. Dat ding zal ik wel offscreen repareren. Nu, anyway. We zullen de koeien eens gaan fokken. En de schapen. En al enzovoort enzovoort. Ik hoor hier een enderman boven mij. Ik hoor hem top. Ah. Ah. Zo. Kom dan, maat. Kom dan. Ah, serieus? Die heeft ook niks. De endermans hebben iets tegen mij. Ik moet echt enderpearls krijgen van die gasten. Van die gasten, van die... Oh, FPS erop. Want ja, ik heb die nodig voor naar die eind te gaan, dus ja. Dat is dan toch redelijk belangrijk. Oké, mooi. En dan gaan we nu, ga ik deze stack nog opdoen aan de dinges, ja, aan de schapen. Zo normaal gezien moet dat wel opgeraken hoor, want kijk maar hoeveel schapen dat zijn. Kom aan, het kan op hoor. Ben ik zeker van. Nee? Jawel. Zo, ik ga ook eens langs de kantjes. Nu is door het midden nog twee. Ik heb er nog twee nodig. Kom aan, kom aan, kom aan, kom aan. Zo. Kijk maar. Geef me al die XP maar. Goed zo. En dan gaan we wachten tot de koeien volgroeid zijn. Hè? En dan moeten we helaas weer koetjes gaan slachten. Maar dat is nodig. En kijk hoeveel schapen.
Er is nog eentje in love, toch raar, maar. Kijk hoeveel schapen. Grappig. Tot mijn FPS gaat verstoren, maar dat is weer iets anders. Oké, de 64 wiet kunnen we daarin steken, mooi. Jezus man, kijk hoeveel schapen. Je kunt de kleintjes niet eens zien. Geweldig, ik vind het echt grappig. Oké, anyway mensen, we gaan minen. En daarvoor heb je altijd torches nodig natuurlijk. Geen redstone torches, gewone torches. Ah, wow. Ik heb hier nog keiveel stack kolen, ja. Dat wist ik niet eens. Ik pak gewoon een half stekje. En hier... ik heb 32 sticks nodig. Dat is zoveel hout. 64 hout. En... dit is 64 hout als het goed is. Ah nee, fuck, ik heb te veel gemaakt. Ik had maar 16 hout nodig. Ja, oeps. Zo. 1, 2. En hoeveel zijn dat er al? En nog een paar. Zo. Nu heb ik er te veel gemaakt. Dan pak ik ook wel even nog wat kool. Zo. Ja, missie wiskunde niet geslaagd. Geweldig. Oké, anyway. Dus gaan we maar gewoon eens in de mine. Hopelijk vinden we wel wat diamonds. Nee, want nu hebben we al 6 diamonds op overschot. En ik wil ook een beetje gaan levelen natuurlijk. En ik wil ook iets nieuw cool gaan bouwen. Maar echt cool. Maar daarvoor heb ik wel redelijk veel gold nodig en gesmolten steen. Welke ei is het? Ei 13, dat vind ik eigenlijk best wel hoog. En wat is dit hier? Ja, we pakken hier. We gaan gewoon hier beginnen minen. Dat maakt niet uit. We zullen wel iets goed vinden. Hè. Zo. Ah, dat is toch te hopen. En hopelijk is het niet eens dat... dat er niet eens dinges komt kijken, lava. Want het is niet zo handig. Maar ik wil wel diamonds. Dus kom aan, diamond, diamond, diamond. Oké, we hebben nog niks. Gold of zo, of iron wil ik ook wel hebben. Of redstone. Of hoe ik veel XP van krijg, want ik heb XP nodig. Want ik kom mijn level 30 terug. Nou, zo staat deze pick al bijna kapot. Nice, redstone. Mooi zo. Kijk het hier in. Oeh. Net kapot gaan. Dat ik hiermee klaar was. Oké, nice. Sorry, maar ik heb gewoon zin om dit te doen. Zo, zijn we ook hier vanaf. Dan kan ik dit doen. Nice. Oké. Okay. Ik hoor wel een grot en zo, maar waarschijnlijk ben ik al eens in die grot geweest. Dus ja, dat is niet de bedoeling dan. Oké, lekker minen, lekker minen. Kom maar, man. Ik wil gewoon diamonds vinden. En dingen waar ik... geweldig. Zie, ik wou gewoon diamonds vinden. Vlaste spel. Zo moeilijk is dat nu. How to find diamonds? Vraag. Ik wil diamonds. Ah, vlaste. Ik ga eerst die iron mee pakken voor de lol gewoon. Dat is grappig dat ik dat doe. En dan hebben we al lekker veel diamonds. Ah, lekker veel. Ons diamond aantal begint dan toch al te stijgen. Maar hoeveel zijn het? Dat is de vraag. Oké, het zijn er 5. Kan ik mee leven. En hopelijk als ik een pickaxe ga enchanten, heb ik er fortune op. En wat fortune betekent... of nee, fortune. Is het fortune? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Zo, alles mee pakken tot de laatste cent. Ah, cent, ja. Dat is toch Antwerps. Zo. En nu de rest opvullen met dit. Oké, hopelijk vinden we nog diamonds. Dat is gewoon zalig. Diamonds gevonden. Nice! Oké, let's go. We gaan verder minen. We hebben nog een paar pickaxes te gaan, dus ja. Ik heb er best veel vertrouwen in, hoor. Oké, lekker minen, minen, minen. Diamonds, diamonds. Of iets waar ik van XP van krijg. Diamonds, diamonds. Of vast abonneren. Nice. Hoe ging dat dit ook weer van Marcus Vlogs? Abonneren, reageren. Dat lijkt me een goed plan. Ja, wacht eens. Veel XP. En diamonds. Dat lijkt me een goed plan. Ja, oké, we gaan vanaf nu deze song. Veel XP
en diamonds, dat lijkt me een goed plan. Eigenlijk moet ik sowieso een koffer maken of zo. Misschien kunnen we wel iets doen, ja. Iron. Maar geef mij toch maar diamonds, maar toch bedenkt ook. Zo. En hier, onze end seat is ook bijna. Of elke end seat best. Elke hebben we dan nog nodig. End seat, dus ik weet niet waarom ik twee doe. Oh. Stond mijn vis erop. Zeg. Welke baan heb ik nog? Zoals ik al zei, ik ben een lees geweest. Wat is dit hier? Een andere mine. Oeh, ik was langs diamonds gegaan. Dat zie ik nu pas. Ik ga wel zo. Kijk, ik zei het al, ik al zei het, zit hier vol met mines. Gewoon 5 diamonds, al echt mooi. 5 diamonds. Ik ben echt zo'n accent krijgen, omdat ik me veel van die Limburgse shit. Maar ik ben van Antwerpen, dus dat klopt niet. Oké. Oeh, gold. Abonneren, reageren. Dat lijkt me een goed plan. Oh, zalig. Oeh, je hebt gewoon 2 keer gold deal. Ja, amai. What the fuck? Nee, dat gaat er gewoon onder, die gold. Ah nee, toch niet. What the fuck? Spacey gold, jongen. Oké, lekker veel kool. De kool die ik nu vind, ga ik ook gewoon weer verdeel onder alle furnaces. Dus dat is dan vrij mooi. En als het dan oneven is, het oneven deel, dus de rest doe ik dan in mijn furnace in mijn klein basisje. Dus dat weten jullie dat ook alweer. Dus ik vul ook altijd alles op, zodat ik mijn kobbel dan een beetje kwijt geraak. What the fuck? Het is best groot deel dingetjes. En we moeten onze automatische furnace nog eens gebruiken, want dat is echt lang geleden die ik nog eens heb gebruikt. Ik moet ook wel eens af en toe checken dat er niks blijft vastzitten, want af en toe blijft er wel iets vastzitten in die furnace. Ja, en dat is niet echt de bedoeling natuurlijk. Maar let's go, laten we gewoon voortgaan. Oké. En. Redstone. Oké, dan kan ik mee leven. Maar alleen, ik moet die dinges niet hebben, die witte steen. Die... het is geen diorite, maar... Ah, hoe noemt dat? Ik kan er gewoon niet afkomen hoor. Ja, het is wel diorite. Oké, dan. Wow. Space, jongen. Ik hoor een Enderman. Grappig. Ja, Endermans mogen mij toch niet en ik mag ze nu ook niet. Dus ingelukt. Oké, ik heb... Heb ik niet meer nodig. Zo. Ja, dat wordt hem. Eigenlijk moet dat wel kut zijn. Hè? Bijvoorbeeld, je hebt geen flint en steel bij. Je zit in de nether. En gas spuwt op je netherportal. En uw netherportal is dicht. De portal werkt niet meer. Je zit gewoon voor altijd vast in de nether. Dat is gewoon rot. En dat had ik dus bijna de vorige episode. En ik kon deze walkthrough gewoon stoppen. Of ik kon ook gewoon doodgaan. En dan, ah ja, oké, ja, dat kan ik ook wel doen. Ah, zo, ja, oké. Maar, ja, dan als je... Zo vrij kut. Ik hoor echt veel zombies en troep. En ja, hier hebben we weer terug diorites. Geweldig. Misschien als we in die grot komen, zien we dan diamonds. Diamonds in the sky. She like a diamond. She, nee, she bright like a diamond. She bright like a diamond. Oh. Slecht. Boe, boe. Oké. En hoe ver is het al? Is het al best ver aan het mijnen hoor. Ik hoor hier lava. Maar ik wil gewoon diamonds. Yep, zo simpel is dat. Ik zit hier op een leuke ei te minen, dus. Ja. Misschien moet ik ook nog eens op de bed. Oeh. Oh, deze grot hier was ik overlaatst. Daarnet nog. Ah, dat is wel grappig om te zien. Kijk. Hier was ik daarnet gewoon. Wauw. Maar hier liggen dus geen diamonds hoor. Ik ga wel dit al mee pakken. Gaan we nog diamonds vinden vandaag? Ik weet het niet. Ik hoop van wel natuurlijk, maar ik betwijfel het wel. Oké. Okay. Ik ga kijken wat er nog verder is. Misschien zijn er wel diamonds.
of andere dingen aflossen. Iron. Mooi. Oeh, bijna de lava. Ben je nu toch wel best risky bezig gewoon voor een beetje iron? Oh, moet wel met een gewone pickaxe. Zo. Nice. Oké. Nee. Fuck. Ga erop. Fuck. Fuck. Ga niet dood. Ga niet dood. Ga niet dood. Ga alsjeblieft niet dood. Stop vuur. 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 Serieus? Are you fucking kidding me? Are you... Nu ben ik terug al mijn levels kwijt. Geweldig, mensen. Wow. Jehee, ik ben terug mijn levels kwijt. Wow. Ik ga dus niet meer kijken in die lavagrot daar, maar ik wil wel de diamonds terug. Kijk, ik ga snel naar hier lopen. Ik wil mijn diamonds terug. Ik zal nog een beetje minen. Dan ga ik wel, en dan zal ik wel offscreen... Dat is wat PvP'en, ergens ofzo. En dan raak ik wel tegen level 30. Dus tegen de volgende episode ben ik level 30, dat beloof ik. Zo. Jezus, man. Oh, nou waar ben ik ook alweer gelopen? Naar hier. Ja, ah, ik heb toch nog 7 levels, dat valt er wel nog mee. Oh, 7 levels valt nog goed mee. En ik heb mijn diamonds, dus we mogen wel blij zijn. En dit en dit. Oké. Ah, oké. Er is niks in de lava gevallen. Dus dat is wel nice. Ik zal de iron hier nog pakken. Zo. Nice. En hier is ook nog iron. Zo. Ik had echt al veel geluk. Ik was slim dat ik niet bij die lava was gelopen. Anders lag je nu al mijn spullen in de lava. Ik heb ooit iets gehad. Ik was doodgegaan. Ja, en weer al hetzelfde. Ik sprong per ongeluk in de lava. En alle spullen wat viel op de grond, buiten mijn diamonds, waren in de lava gevallen. Dat was echt rot. Dat was wauw. Toen was ik echt een trade. Holy shit. En toen heb ik gewoon Minecraft echt gewoon effectief afgesloten. Dus ja, dat. Oké, niemand lacht. Sorry, Wouter. Oké, wat. Zal ik de kool pakken? Ik hoor skellies hier. Hier waren er juist eigenlijk keiveel monsters. Want ik was hier juist voor naar boven te geraken, maar ik was misgelopen. En ja, ik heb geen zin om al die kool mee te pakken. Ik pak dat ooit wel eens een andere keer mee. Even kijken. Zo. Nice. Dus hier heb ik ook nog wat iron liggen. Mooi. Mensen, het is wel een kans dat ik na, als ik de enderring heb verslaan, dat ik deze serie wel even op stop zet. En ja, niet iedereen zal dat leuk vinden, maar er komt dan zeker een andere heel leuke serie in de plaats. Welke, dat zei ik nog niet, maar het wordt wel een leuke serie. Ik zal al zeggen, het wordt een city builder. En de meesten gaan nu... What the fuck? Ik stoot mijn ongeluk. Ah, die komen uit hier even. Nee, toch niet. Het wordt een city builder en begint met B. Dus geen City Skylines. Of het wordt City Skylines of een ander spel. Het zijn allebei city builders. Maar ik kan nog niet zeggen welke. Oh, oké. Okay. Zal ik het weer al risken? Ja, man. Kijk dat er geen lava is hieronder. Ja, dit is echt heel dom. Ik weet het dat ik nu heel dom bezig ben. Misschien liggen er wel diamonds. En die heb ik gewoon nodig, diamonds. En deze dingen heb ik niet nodig. Oh. Ik had het er nog niet afgesloten, of hè? Oeps. Ja, ik ga nu maar weg, lava. Waard grappig, maar... Ah. Zo. Nou, dat was eigenlijk heel riskant. Misschien ietsje te riskant. Oh.
zo. Mijn redstone hier pakken. En als ik in die grot heb gekeken, ga ik de video afsluiten. En, is dit serieus de enigste? Ah nee, ik kan er hier nog door. Maar dit is hier het enigste, ja toch. Ja, en dat is teleurstellend. Ik ga hier nog deze pickaxe kapot minen, denk ik. En misschien zijn hier wel diamonds, wie weet. Ja, dit zie ik ook niet zoveel hoor, granite. Dus ja. Niet zeldzaam is ofzo, maar ik zie het niet zoveel. Ik zie eerder meer die-written andesite. Vooral die witte steen waar ik een scheid aan heb, maar... Maakt niet uit, we gaan gewoon voortminen. kom aan, diamonds heb ik nu toch wel verdiend zeker, ja toch. Ja toch, ja, oké. Okay. Of ik kan ook gewoon iets pvp'en. Oeh, lepus. Ah, geef mij die XP. Geef mij die XP. Het geeft ook fucking veel XP, lepus. Wauw. Nice. Oké, ik wil diamonds. Ik wil diamonds. En ik wil niet in een cave terechtkomen. Want het is niet meer tof. Oeh, iron. Iron. Nice. Zo. Zo. Oké, we gaan gewoon voort, man. Let's go. E11. Eigenlijk is E11 wel weg, want dit is E12 en dit is E13. En het hoogste blokje waar je diamonds kunt vinden is E13. Dus dat. Oeh, ik hoor hier wel mobs. Heel dichtbij. Volgens mij kan het zijn dat aan deze kool een grot zit. Nee, toch niet. Misschien is het wel een skelet op een spider, want ik hoor. Moet zeggen. Ja. Oh, ik dacht even een diamonds waren. Net niet. So close. Ik hoorde net een bed in de lava gaan. Dat is niet zo handig. Nee, dat is inderdaad niet zo handig. Volgens mij zit de grot ergens hier. Yep. En hier ben ik ook al geweest. Like, what the fuck. Ja. Ja. Kijk, hij hier nog iets is. Ja. Dat is gewoon een klein muurtje dat ik hier weg heb gehaald. Ik hoor wel een skelet, dus we moeten oppassen dat hij ons niet afdoet. Zo. Zo, misschien liggen er diamonds die ik heb overgeslagen. Ja, ik en diamonds zijn overgeslagen, is misschien een beetje absurd, maar... You never mind. Ik bedoel, ja. Oké. Ik ga trouwens al twee episodes... Nee. Oké, ja, nee. Ik ga best veel dood de laatste tijd. Hopelijk ga ik niet dood in het gevecht met de Ender Dragon. Want dat zou gewoon rot zijn. Oeh. Maar ik was er allemaal blokken aan het zetten, maar er is nog kool achter. Nu ga ik die pakken. Zo. Oké, diamonds. Oké. Hoe ben ik hier geraakt eigenlijk? Oh. Ja. Ik zal de volgende episode nog eens een nieuwe strip mine beginnen. En dan gaan we de volgende episode eens zien. Hoe het is met onze koeien. En ja, dat is gewoon very awesome. Ik ben nu wel alle grotten aan het verbinden. Door allemaal strip mines. Best grappig eigenlijk. Hopelijk kan de mobs daar geen gebruik van maken. Dat zullen we ooit wel eens zien, zeker. Nice. En ik heb lekker veel steak. En als de steak ooit op zijn, ik kan al brood maken, dus... Ah, fuck, van waar kwam ik? Damn, son. Zoals ik dat hier gewoon afsluiten, al die lava, zeg. Nice. Gewoon een heel lava meer. Futsie.
Waarschijnlijk kwam ik hiervan. Ja, dat zei ik al, dacht ik al. Oké, dus we moeten ergens een nieuwe stripmine gaan beginnen. Maar dat gaat niet voor deze episode worden natuurlijk, want het is al een beetje overdreven. Ik ga nu zo. Ik zijn gewoon twee stripmines naast elkaar. En waarschijnlijk als onze basis af is, ga ik ons klein basisje daar afsluiten en dan ga ik een nieuwe stripmine beginnen. Dus dan weet je dat ook al. En waarom een nieuwe stripmine? Ja, deze is echt gewoon al bijna helemaal leeg geplunderd. Van nog allemaal. Ik bedoel, echt veel aan deze mine gaan we niet meer hebben. En met die nieuwe mine ga ik het ook een beetje mooier maken. Ah ja, een soort van mooier. Maar dit is ook best gaaf, nou daar ook een klein basisje hebben beneden. Maar anyway, de lijk begint al te komen door alle koeien. En zijn ze al volgroeid? Eens even zien. Ja, ik pijs ze wel. Oh, er is een schaap ontsnapt. Ja, dus ja, jammer voor die schaap. Lekker schaapvlees. Jongen, waar kom jij? Je moet niet ontsnappen, hè, sis. Ah, losse. Liefd ook. Sorry mannen, maar we gaan wat koetjes moeien doden. Wacht dan. Oké, ik ga de koeien nog deze aflevering doden, denk ik. Wat kan alweer gebeurd? Hier heb ik er nog twee, nog hier, nog hier. Maar ik ga eerst daar twee, dus we hebben er zes ledder voor nodig. Oké, dan kan ik mee leven. Eén. Ah, fuck. Nee, niet jij. Fuck. Oh. Het is die koe hier in het midden, ja. Zo. Misschien kan ik ze de volgende episode al breeden, dat weet ik niet. Oké, het zijn nu echt wel weinig koeien. Dus ik ga kijken of ik ze nog eens kan... weeden. Kan mixen, als ik het zo kan noemen. Zelfs dan trouwt een koe ontsnapt of een schaap. Wanneer de shunk en wat een zaak is, kunnen we terugbreeden. Mooi. Zijn we dan zo lang weg geweest? Holy shit. Allemaal nieuwe koetjes. Hoeveel wiet hebben we verbruikt? Ach, er zijn vier nieuwe koeien. Dus ik kan even wachten met slachten dan. Het klinkt echt zo erg eigenlijk, slachten. Oh, ik even wachten met slachten. Ja, boeien. Oké, anyway. 5 diamonds erbij. 11 diamonds vind ik toch best wel mooi. Even kijken. Zo. En ik heb er 6 nodig. Dus dit mag terug hier ergens. Zo, oh. Oké. Dus ik ga allemaal een automatische furnace steken. En deze aflevering begint echt lang te duren. Niet zoals gepland, maar... anyway, ik ga even alle dingen hier insteken. Alles wat moet gekookt worden. Is dit het? Ja, ik denk het wel. Zo. En hoeveel furnaces zijn het? 4. Zo, dan krijgt er eentje een extra. Zo. 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 Nice. En elke furnace zit er nu goud. Dat zal nog veranderen, maar... Mensen, ik ga deze video afsluiten. Vond je deze video leuk? Was het een blauw duimpje in de volgende keer? En dan vond ik meer dan. En nou, doe beter.